genoeg. Wij van GroenLinks vinden het niveau van het voetbal in Leiden hoog genoeg. Ja, wij van GroenLinks vinden inderdaad dat de gemeente wel moeite moet doen om clubs te ondersteunen, ook bij het aanleggen van kunstgrasvelden. Ook al vinden wij eigenlijk dat gras wel de voorkeur heeft, maar als bepaalde grasvelden heel erg intensief worden bespeeld, dan is het gewoon zonde als er niet gesport kan worden. Dus we zijn daar wat voorzichtig mee, maar we vinden wel dat de gemeente daar zijn best voor moet doen. Nou, wij denken dat er inderdaad minder voetbalclubs zouden moeten komen. Of het nou echt de helft zou moeten zijn, daar laten we ons niet over uit. Maar clubs moeten gezond en vitaal worden. En dat vinden we denk ik, dat vinden we belangrijk dat dat gaat gebeuren. Betekent dat er voldoende spelers zijn, dat er financieel gezonde clubs zijn. En dat is denk ik voor de hele sport is dat goed. Ja, we hebben gesproken in de gemeenteraad over het sportaccommodatieplan, wat waar zou moeten komen. En we hebben onze zorg wel eerder uitgesproken dat er eigenlijk helemaal geen geld is om het uit te voeren. Dat zou heel erg zonde zijn. Dus wij vinden wel dat daar zo meteen geld voor moet zijn. Dat betekent dus ook dat er geld moet zijn om te investeren in sportaccommodaties voor de voetbal. Maar wel over een bepaalde termijn. En nog even iets over de grote investeringen in de sporthal, het combibad en de ijshal. Daar is natuurlijk jarenlang helemaal niks aan gedaan. Dus we vinden het wel terecht dat daar een inhaalslag wordt gemaakt. Maar over de komende periode moet gewoon alles er netjes bij liggen volgens GroenLinks. Dus ook de voetbal. De Leidse sportliefhebber moet vooral op GroenLinks gaan stemmen, omdat we in de afgelopen periode ons hard hebben gemaakt voor allerlei investeringen in de sport. Zoals ik net ook al heb genoemd, de grote investeringen. Maar omdat we het ook belangrijk vinden dat sportvelden onder andere worden gebruikt, zoveel mogelijk ook overdag, samen met andere doelgroepen. En daarom vinden we het belangrijk dat u gaat stemmen op GroenLinks.